Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, zondag 6 juni. In deze editie doet het echtpaar meneer en mevrouw Thakoor hun verhaal over hun ervaring na besmet te zijn geweest met het coronavirus. Middels hun verhaal willen ze de samenleving erop wijzen voorzichtig om te gaan met hun gezondheid, omdat COVID serieus is. De heer Thakoor geeft aan dat men zich niet ervan bewust is hoe ernstig ziek je kan worden en wat de nagevolgen van het virus voor je achterlaat. Luister naar het verhaal van de heer Thakoor. Ik ben besmet geworden op 23 januari, dat is ongeveer zo'n 4 maanden geleden. Ik weet niet hoe het daar komt dat ik besmet ben geworden door wie, maar ik was altijd voorzichtig. Ik was 6 maanden bijna op mijn buitenhuis. In verband met COVID, we waren altijd voorzichtig. Ik was bang. Maar avond, ik was op mijn buitenhuis, ik sliep en ik werd plotseling warm, heet. En de vrouw van me zei van, er klopt iets niet bij jou. Dat was, ik denk, een dinsdag. Ik heb gezegd toen aan mevrouw van, nee man, dat is gewoon. De volgende dag weer hetzelfde. 'S Avonds weer griep. Ik voelde mezelf een beetje misselijk. En we zijn gegaan, ik denk die woensdag of donderdag zijn we ook gegaan naar Coroni. Maar ik wist niet dat ik al besmet was. En ik had griep, koorts. Dus ik dacht van misschien is het een normale griep, een verschijnsel. Maar mijn moeder die werd ziek toen we terugkwamen van Coroni, werd mijn moeder ziek. Ik heb haar gebracht naar de huisdokter, dat is dokter Toelsi. We hebben haar gebracht, ze had oorpijn. Oorontsteking. Maar toen we van de politiearts kwamen, zei die vrouw aan mij van, mijn vrouw namelijk, van er klopt iets niet, laten we gaan swappen. Dus dan ben ik naar AC gegaan, dat was die donderdag, we zijn daar geweest. Ik heb iedereen laten swappen. We waren met z'n viertjes, mijn vader erbij, mijn moeder, die vrouw en ik erbij. En de volgende dag zo tegen, ik denk de vrijdag, hebben ze ons gebeld, mensen van BOG van, we zijn allemaal positief, met uitzondering van mijn moeder. Zij was nog niet positief. Ze hadden haar niet goed geswapt, denk ik. Want ze deed een beetje lastig, ze had pijn. Dus ze konden haar niet goed swappen. Dus diezelfde dag zijn ze ons komen halen met de bus. Ik was 8 dagen opgenomen in Residence Inn. 8 dagen lang. De 8e dag mocht ik naar huis. Maar tijdens die opname voelde ik me wel lekker. Ik had geen symptomen hoor. Ik had niets. Maar bij de 10e dag, dat is thuis, 2 dagen daarna, werd mijn been zo dik. Echt zo dik, mijn linkerbeen. Ik voelde me niet lekker. Het was niet gezellig. Toen ben ik gegaan naar de huisdokter weer. Hij heeft me gestuurd naar de radioloog voor een echo voor mijn been. Ik heb toen een echo gemaakt, mijn echo was goed. Daarna heeft hij me verwezen, want ik had zoveel klachten, ik voelde me niet goed. Ik had pijn aan mijn lichaam, botpijnen. Mijn borst hier onder mijn borst deed pijn, dus ik ben gegaan naar de internist. Hij heeft me toen gestuurd naar het lab met een prikbriefje. Na 2 dagen had ik mijn resultaat, dus ik moest teruggaan, situ naar de internist en alles van me was ontregeld. De waarden waren ontregeld, CRP-test was niet goed, urinezuur was behoorlijk laag. Dus toen zei hij van, je hebt een behoorlijke ontsteking. Het komt door die corona. Ik heb af en toe nog pijnen, lichaamspijnen en ik slaap veel. Ik slaap veel. En het is overgegaan, want ik heb de laatste test moeten ondergaan. Dat is een week geleden en mijn resultaat was goed. Dus ik denk dat ik niet meer hoef naar de internist. Maar ik kan wel zeggen van, ik ben er zeker van, ik ben niet helemaal opgeknapt. Ik zit tussen de 90% en de 95%. Die 5% laten we aan de kant, want af en toe krijg ik wel hoofdpijn en lichaamspijnen. Het heeft me wel bezig gehouden hoor, want 's avonds kan je echt niet slapen. Als je die pijnen zo krijgt, van, dan denk je van, hé. Ik was zelf bang om te slapen. Ik heb mensen verteld van, als ik 's avonds ga slapen, wil ik mijn ogen niet dichtmaken. Want je denkt van, word ik de volgende dag wakker. Mevrouw Thakoor had evenals de heer Thakoor ook te kampen met het coronavirus. Alleen waren bij haar de symptomen veel erger. In haar verhaal geeft zij te kennen het virus opgelopen te hebben na een bezoek aan haar schoonvader
Elke keer als ik een sirene hoor, word ik angstig. Ik ben bang om weer besmet te raken. Elke dag als ik wakker word, heb ik nog steeds erge pijnen en kan ik bijna niets meer doen. Aldus mevrouw Takur. Ik was op mijn buitenhuis en ik zou het daar een beetje leuk maken. Het was lockdown. Mevrouw, mijn man was even gaan jagen. Ik heb een aanval gehad. Plotseling had ik zo'n hoofdpijn. Ik zeg, wacht, ik ga mijn schoonvader even bellen en vertellen dat ik me niet goed voel. Ik heb mijn telefoon toen gepakt. Ik kon de cijfers niet zien. En ik zeg, hé, wat is dit? Heb ik misschien een lage suiker of zo? Ik heb geen onderliggende ziekte, maar je let wel even op je eten. Dus ik dacht, man, laat ik toch nog een beetje cola gaan drinken. Misschien kan ik me goed voelen. Maar dat was het niet. Ik heb mijn buurvrouw geroepen en ze is toen bij me gekomen. En ik zei haar, hé, Tumini, ik weet niet wat er met me is, man. Ik heb vreselijk hoofdpijn. En het lijkt alsof mijn oog eruit gaat komen. Ik kan bijna niet zien. Zei ze me, Asja, ga liggen, ga liggen. Ze is een beetje met me gebleven. En toen is ze weggegaan en toen kwam mijn man thuis. Want het was net maar voor een half uur. Want we waren op onze buitenhuis. Ik heb mijn man toen gezegd, ik zeg Romeo, weet je wat? Ik ga niet zitten en dit of dat, want ik zou een beetje gezellig doen daar. We zouden een beetje gaan eten. Ik heb hem gezegd, ik ga slapen, ik voel me niet goed. Ik heb alles precies zo gelaten. Gewoonlijk ga ik altijd alles opruimen en zo. Ik heb niet eens gegeten, ik ben gaan liggen. Ik ben op bed gaan liggen en ik voelde me... Op dat moment, het is zo snel gegaan, ik voelde me gewoon weg. Helemaal leeglopen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor gevoel dat was. Plotseling zag ik mezelf boven op de plafond. Naar beneden kijken. En ik was helemaal plat op bed. Ik hoorde mijn man echt in de verte roepen. Asja, 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 Asja. En ik werd niet wakker. En na lang ben ik weer wakker geworden. Dus ik heb die avond gewoon doorgeslapen. De volgende ochtend heb ik mijn man gezegd. Hey, ik ben bijna dood gegaan. De volgende dag, volgende avond, was mijn man vreselijk heet. Dus ik heb hem toen gevoeld en ik begon hem wakker te maken. Ik zei, Romeo, er is iets mis met je. Hij zei, maar je moet me niet meer wakker maken hoor, er is niks met me. Ik zeg, nee, dit kan niet goed zijn. We zijn nog thuis gebleven. Romeo had koorts 's avonds. En daarop, dat was volgens mij dinsdag. En woensdag had ik een afspraak met mijn nicht. We zouden naar Coroni gaan. Ze zijn allemaal erbij gekomen. We waren al niet lekker, maar ik heb toen aan Romeo gezegd, aan mijn man. Ik zeg, weet je wat? Het zou beter zijn als jij je niet goed voelt. Dan gaan we niet naar Coroni. We hebben nog 3 mensen erbij genomen. Waar we besmet waren, we wisten niet, hè. Het was niet zo fijn, want onderweg hoorden we dat mijn schoonmoeder een aanval thuis heeft gehad. Mijn schoonmoeder had ook een oorontsteking, dus ik zei aan mijn schoonmoeder, ma, we gaan straks van hier, dan gaan we even swappen. Toen zei ze, no, er is niks met haar. Onderweg heb ik mijn man gezegd, ik zeg, we moeten swappen, hè, we moeten swappen. Oké, we zijn geweest, de volgende dag heb ik een telefoon gehad. Van BOG. Maar los van dat. Ik ben die donderdag nog gaan slapen. En 's morgens werd ik wakker. Dus ik word altijd vroeg wakker. En om 5 uur zou ik citroengras klaarmaken. Om te drinken. Ik zeg, wacht, ik zet dit op vuur en dan kom ik even liggen. Ik bleef maar wachten, want meestal krijg je die geur ook toch in je kamer. Ik zeg, wat is er mee? Dus ik ben in de keuken gegaan en ik had geen geur meer. Ik begon mijn parfum te spuiten. Begon. Toiletreiniger ben ik gaan ruiken. Ik zei aan mijn man, ik zeg, hey, volgens mij hebben we COVID hoor. Ik begon mijn mensen in Nederland te bellen. Ik zeg, zo smal, zo breed. En dan hebben we die vrijdagmiddag een telefoon gehad dat we besmet waren. We zijn teruggekomen naar huis. Intussen was mijn bloeddruk zo hoog.
zo hoog. En ik was zo zenuwachtig van alles. Ik heb mijn man zijn neef gezegd. Ik heb mijn man gezegd, zeg Romeo, ga ze vertellen, we zijn besmet, hè. Want ik was zo bang. Ik was al een hele week al ziek, hè. En dat wat ik al voorheen had meegemaakt, dat ik mezelf nog zo zag. En ik werd er niet goed van. Ik heb mijn schoonvader gebeld. Ik zeg, pa, maak je klaar, ze komen ons straks halen. U gaat niet willen geloven. Ik ben zo getraumatiseerd van die bussen die elke dag zo langs gaan. Wanneer ik dat hoor, begin ik te beven. Ik zag een grote bus hier, politieauto, ambulance. En ik kan verder niks meer vertellen. Ik weet alleen maar, die mevrouw zei, rustig, rustig, rustig. Mijn bloeddruk was zo hoog. Hoe ik bij mijn schoonvader ben gegaan en hoe ik naar Residence Inn ben gegaan, weet ik niet meer. De volgende dag wist ik, hé, ik zeg, boy, we zijn met z'n allen hier. En ik werd wel warm en mijn schoonmoeder was nog thuis. De volgende dag hebben we bericht gehad toen ik wakker werd dat mijn schoonmoeder ook weer een aanval had gehad, waardoor ze een kapwond had gekregen. En ik heb die mensen toen gezegd, na 4 dagen was ik daar. Ik heb ze gezegd, ik voel me wel goed, ik heb geen klachten. Want ik wilde naar huis gaan om mijn schoonmoeder te helpen. Ik ben die maandag naar huis gegaan. Mevrouw, ik was nauwelijks daar thuis. Na 2 uurtjes kreeg mijn schoonmoeder een aanval. Ze werd helemaal stijf. Ik heb toen mijn vriendin, ik heb toen de buurvrouw geroepen en mijn pleegzoon. Ik heb mijn man gebeld, ik zeg, kijk wat er met je moeder gebeurt. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik vergeet zo snel. Ik ben zo traag geworden. Zo depressief. Ik wist nooit dat corona zo erg was. Laatst is mijn vriendin nog overleden. Ik heb zo gepiekerd. Ik zeg zo jong. Nog geen 10 dagen. En toch heb je mensen die zeggen, er is geen corona. Er is corona, mensen, er is. Ik heb elke dag klachten. Elke dag. Ik ben 10 kilo's afgevallen. Ik was niet zo. Ik was echt niet zo. Gelukkig dat ik een man heb die me nog helpt met alles. Ik weet niet wat ik nog meer moet vertellen. Elke dag heb ik iets anders. Mijn hele situatie. Ik weet ook niet eens wat ik verder moet vertellen. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Alles in mijn lichaam is ontregeld. Leverfunctie is niet goed. Dit is niet goed. Dat is niet goed. Wanneer je bij de dokter gaat. De dochter zegt, mevrouw Takur, het komt door de COVID, we weten niet. De internet zegt ook hetzelfde. Ik ben vanmorgen opgestaan. Ik dacht, ach, ik ga een beetje in de tuin werken. Eerlijk, als ik u eerlijk moet vertellen, ik ben een vrouw die elke dag om 5 uur wakker werd. Ik slaap nu tot 8 uur. En ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet wat ik verder moet zeggen. Maar ik heb vreselijk veel klachten overgehouden, dat wil ik zeggen. Ik zou toch iedereen adviseren. Het ligt aan ons. We waren zo voorzichtig. We gingen nergens. Ik was voor 6 maanden weg. Ik was op mijn buitenhuis. Ik was zo bang. Hoe we COVID hebben gehad, weten we niet. We moeten voorzichtig zijn. Laten we voorlopig geen feestjes houden. Als straks alles al voorbij is, kunnen we weer gezellig feesten? Kunnen we elkaar weer een knuffel geven? Het doet wel wat. Als je soms iemand zo ziet, dan wil je ze toch een knuffel geven. Maar dan denk je, hé, ik ga besmet raken. Misschien heeft die persoon wat. En dan blijf je toch op een afstand, hè? Ik ben blij dat ik er nog ben. Maar goed. Wat zou ik nog meer zeggen?
ik zou aan die mensen willen zeggen van, laat je nou door niemand beïnvloeden. Ga je prikje halen, het is voor jezelf, het beschermt je, het geeft je zekere bescherming. Luister niet naar anderen. Het is niet goed. Als je ziek bent, dan is het heel anders, dan is het 50-50. Je blijft te leven of je gaat dood, één van die twee. En als we kijken naar de cijfers de laatste dagen, dan gaat het helemaal niet goed in Suriname. Het zijn mensen, jullie zijn gewoon koppig. Luister een beetje, er zijn regels, er zijn gouden regels. Mohana, hou je aan die regels. Daar komt er wel verandering. En met dit verhaal proberen wij u wat bewuster te maken over hoe en wat het virus met jou kan doen. Jij hoeft misschien niet ziek te worden, maar je kan wel het virus in je hebben waarmee je jouw dierbaren kan ziek maken, die er zelfs aan kunnen sterven. De enige oplossing die er momenteel in de wereld is, is jou te laten vaccineren. Suriname, Suriname-mang, ook het tekaspoiti. We kunnen, als we met z'n allen gevaccineerd zijn, weer terug naar ons normaal leven. Hoe lang willen we nog zo blijven? Ga niet in op fake berichten, maar luister AUBU naar je eigen geweten en laat je vaccineren. We zijn er morgen weer met een andere editie van het COVID-19-journaal. En vergeet niet elke maandagmiddag om 17:30 te kijken naar het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje met infectioloog Dr. Frieden via de STVS. We zien elkaar morgen. Tangboom.